Hallo allemaal, ik heb echt een superleuke kleurtechniek die ik met jullie wil gaan delen vandaag. Dit is voor mij de eerste keer, dus wees lief voor mij. En dit is een kleurtechniek waar je in een aantal folies eigenlijk heel veel kleurschakering en dimensie in het haar gaat creëren. Graag neem ik jullie daar straks in mee. Daarna heb ik getoond met een liquids. En liquids is echt oneindig veel te creëren. We hebben nu weer een aantal nieuwe kleuren erbij. En daar zijn superleuke conceptkleuren voor. Die zie je straks ook later in mijn filmpje. En voor nu heel veel kijkplezier. Maak diagonale afdelingen die aansluiten op het achterhoofd. Deze passés worden een balayage, dus ze mogen best 2 centimeter dik zijn. Hier zie je het uitgetekend. Omdat het haar onbehandeld is, pak ik Powder Decolorizer 30 volume 1 op 2. Ik begin bij mijn onderste passé. De rest van het haar klip ik even weg, zodat ik daar geen hinder van heb. Ik gebruik mijn Blond Boost om het haar zoveel mogelijk te beschermen tijdens het oplichten. Zoals je ziet maak ik gebruik van mijn colorboard. Dit geeft mij meer stevigheid om mijn blondeer goed aan te brengen. En ik weet het, de eerste keer dat ik een colorboard vast had, vond ik het ook heel lastig. Maar oefening baat kunst. En je zult zien dat op het moment dat ik een colorboard gebruik, dat ik veel zorgvuldiger en veel netter met mijn blondeer omga. Ga niet aan het slepen met het haar, dus is je passé te breed, dan neem ik er gewoon nog een folie bij naast. In dit geval pak ik de 2, maar je zult zien de middelste passé, dan zou ik met 3 folies gaan werken. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar je ziet als ik mijn blondeer plaats dat die altijd 10 centimeter vanaf de hoofdhuid is. En dit is om de volgende reden. Daar waar ik mijn blondeer plaats, ligt mijn haar altijd het moeilijkste op. Dichter naar mijn hoofdhuid krijg ik warmte van mijn hoofdhuid. Lengte punt blondeert natuurlijk makkelijker omdat die poreuzer zijn. Een hele mooie manier om tijdens balayages harde lijnen te voorkomen is om je blondeer van onder naar bovenheen uit te strijken. Hier werk ik van veel blondeer naar niets toe. Dus je krijgt een hele zachte doorloop. Dit is niet alleen een heel mooi eindresultaat, maar het werkt ook nog eens een keertje lekker snel. Je ziet ook dat ik tijdens het blonderen elke keer het haar weer een beetje vochtig spray. Ik vergelijk het altijd met een spons. Een droge spons neemt moeilijk op. Een natte spons neemt makkelijk op. Maar ook het blenden van mijn blondeer gaat makkelijker in vochtig haar dan dat het gaat op droog haar. En nou hoor ik sommigen van jullie denken, zou dat water niks doen met de kracht van mijn blondeer? En het antwoord daarop is nee. Water is alkalisch en opent je haarschubben. Dus hij zou juist zorgen dat die blondeer makkelijker naar binnen heen komt. We zijn aangekomen bij de bovenste diagonale passé. En zoals je ziet, ik kwast hem in op ongeveer 10 centimeter vanaf die hoofdhuid, zet hem goed dik in en dan veet ik hem uit van onder naar boven heen. Let hierbij wel op dat het haar goed vochtig is, want op het moment dat het haar droog is, zul je wat meer pluis creëren. Dus op vochtig haar goed dik inzetten en dan van onder naar boven heen uitveden, creëer je een hele softe lijn mee. Ook hier is mijn passé te breed om dit op 1 folie te kunnen plaatsen, dus ik pak daarnaast gewoon nog een folie. Op deze manier werk ik altijd netjes en clean en voorkom ik fouten. Als je je balayage erin hebt zitten, dan maak je een T-splitsing midden over het hoofd heen tot achter over de kruin. Draagt zij nou een zijscheiding, dan zou je die T iets meer naar links of naar rechts heen kunnen plaatsen. Wees daarin natuurlijk zo creatief als wat je zelf wil. Ik maak dan gebruik van een wave highlight. Deze omdat die heel mooi fijntjes weg moet vallen over dat hoofd heen. Ik begin weer ongeveer een 10 centimeter vanaf die hoofdhuid, lengtepunt en ook met mijn highlight zoals je ziet werk ik van iets naar niets. Dus van onder naar boven heen. Dat ik op deze manier werk, zou ik dus minder dik mijn blondeer bij die hoofdhuid hebben. Daarmee voorkom ik fouten met bijvoorbeeld vlekken richting die hoofdhuid.
De warmte van de huid zou ervoor zorgen dat hij daar ook licht genoeg wordt, ondanks dat hij minder dik is ingezet. Als je gebruik maakt van folie in lang haar, houd er dan rekening mee dat je hem niet te vaak dubbel slaat. Elke vouw kan een oneffenheid creëren tijdens het blonderen. De plaatsing van de highlight op je kruinpartij zou dan ook bij iedereen anders zijn. Ik begin hierbij daar waar de bolling van je hoofd afneemt. In dit geval werk ik op een mannequin, dus dat hoofdje is vrij klein. Werk ik nou op een klant en ik zou een groot stuk tussen mijn highlight en mijn balayage in hebben, plaats er hier dan nog eentje bij tussen. Als mijn blondeer licht genoeg is voor het kleurkarakter wat ik erop ga zetten, dan spoel ik hem uit. En zoals ik jullie in het begin van het filmpje zei, dit zijn onze concept colors van de Liquids. Waanzinnig mooie creaties kun je daarmee maken. En we hebben daarbij 7 nieuwe kleurkarakters. En daar ga ik natuurlijk gebruik van maken. Ik gebruik in dit geval mijn 09G en mijn 08CC. Dit zou een warm koperbronzen gloed achterlaten. Hierbij meng ik hem met mijn activator en die kantel ik altijd even voor gebruik. Dit is omdat hij uit 2 componenten bestaat en die moeten even gemengd worden voordat ik hem in mijn flesje doe. Als ik mijn flesje schud, knijp altijd even het flesje ietsjes in, want je zult zien, doe je dat niet en je haalt je vinger eraf, dan komt het er bovenuit. Als het haar gewassen is, maak het dan eerst goed handdoek droog. Daarna maak ik gebruik van mijn coverage stap 1. Deze zorgt voor een goede hechting op dat haar. En dan begin ik met de plaatsing. Je ziet ook, ik begin altijd eerst met de uitgroei en daarna zet ik pas mijn lengte en punten in. Je kunt je voorstellen, als ik nu mijn klant in de salon heb zitten, dan leg ik haar natuurlijk even achterover bij de wastafel en breng ik het daar op. Dit werkt altijd net wat makkelijker en wat sneller. Het mooie van deze kleur is dat die ammoniavrij is. Dus hij zou heel mooi karakter geven aan mijn haar, heel mooi karakter geven aan mijn highlight op de kleurhoogte waar ik voor heb gekozen. Maar hij zou nooit dat natuurhaar oplichten en extra warmte vrijlaten. Als ik mijn liquids heb aangebracht, dan masseer ik het nog heel ietsjes door, zodat ik een gelijkmatige verdeling heb. Deze laat ik 20 minuten inwerken en spoel hem daarna uit met shampoo en color attach stap 2.